Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wat wolken over Nederland, maar er zit ook ruime gaten tussen. Dat betekent dat de zon regelmatig schijnt. Op de meeste plaatsen is het ook droog. Met hier en daar misschien een spatje vanochtend, met name rond het IJsselmeer net ten zuiden daarvan. Maar verder is het echt droog en vanmiddag is het dat op de meeste plaatsen. De zon blijft van tijd tot tijd schijnen. De wind stelt weinig voor, zwak uit uiteenlopende richtingen geleidelijk draaiend naar het zuiden. En de temperatuur loopt op naar 18 tot maximaal 21 graden. Vanavond nog steeds weinig verandering. Opklaringen, een vrij heldere avond dus, met temperaturen die langzaam dalen, naar zo'n 17 graden. Dan gaan we naar morgen, dan beginnen we met wat zon, dan volgen van het westen uit buien. Daar kan ook een klap onweer bij zitten en in de middag klaart het dan van het westen uit weer op. Tegen die tijd draait de wind naar noordwesten en kan vrij krachtig worden langs de kust. Windkracht 5, 18 tot 22 graden wordt het. Zaterdag hebben we in het noorden wolkenvelden en een spat regen. In het zuiden schijnt de zon vaker en is het droog. 18 tot 23 graden, zondag en maandag. Op de meeste plaatsen droog weer en zondag kan het in het zuidoosten 25 graden worden. Ik ben Marco Verhoef. Vanweerplaza.nl